Wie is er nou beter, Ruud? Kun je daar even duidelijkheid in scheppen? Is het Maradona of ben jij dat? Maradona. Ja? Jezus. Wat hij met die man in huis heeft, dat kan ik niet aan tippen. Het enige wat heel belangrijk is, wat betekent je voor een team? Dat is het belangrijkste. Als we qua cijfer uitgaan van de voetballer zelf, dan kan ik niet tippen aan wat hij allemaal kan. Maar het gaat erom dat je andere dingen ook brengt die heel belangrijk zijn voor het elftal. En daar kan de ene in verschillen, kan de ene zeggen van nou dat vind ik dat weer goed en de ander niet. Maar mijn persoonlijke mening is dat Maradona, dat is echt verschrikkelijk goed. Ik bedoel, ook die wedstrijd, die openingswedstrijd tegen Cameroen. Als je ziet dat hij toch 2-3 keer mensen gewoon vrij voor de goal zet. En als die speler gewoon handig genoeg is, dan schiet hij ze gewoon in. Mm-hmm. En ondanks alle schoppen en alle dreunen die hij gehad heeft. Dus dan zie ik toch weer dingen dat ik denk van ja, je bent toch een groot voetballer. Dit toernooi, wat moeten we van jou zelf denken? Kom jij nog in vorm, denk je? Of ja. Wordt het behelpen geblazen? Nou, toen ik kwam bij de Nederlandse elftal, begon ik eigenlijk met niks. Want die finale tegen Benfica, dat was eigenlijk niet zoveel. Het was meer 90 minuten volmaken. Oostenrijk, daar begon het al een heel klein beetje. Joegoslavië vond ik wel lekker gespeeld op het middenveld. Er waren veel in de bal en ik kon op een gegeven moment wel in het spel komen. Nou, gisteren vond ik waardeloos zelf. Wel bepaalde momenten dat je er toch weer bij bent, bepaalde voorzetten, bepaalde acties, gaat er wel weer. Maar je wisselt te veel slechte met hele goede momenten af. En dat is gewoon een kwestie van fysieke conditie. En dat heb ik nog gewoon niet. Een jaar lang stilstaan. En dat moet ik steeds tegen mezelf zeggen. Ik zeg, ja Ruud, je wil wel veel, maar het gaat gewoon niet. En dan moet je hierbij neerleggen. En dat zal zeker nog 6 maanden duren. Want ik merk ook dat mijn spiermassa van mijn rechterbeen veel minder is dan mijn linkerbeen. En dat moet ik met krachttraining moet ik dat allemaal bij gaan schaven. Je werd uitgefloten, hè? Tegen Egypte. Vond je dat vervelend? Ja, tuurlijk. Dat is heel vervelend. Maar dat is wel logisch. En misschien is het ook wel eens goed voor je. Ja? Ja, natuurlijk. Je kan best wel een paar klapjes best wel eens hebben, hoor. Ja. Daar zit je niet mee. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, je kan het verwerken zoals het is. Het is de realiteit en het is ook terecht. En dan moet je niet moeilijk over gaan doen. Mm-hmm. Dus dan moet je die oorvijgen nemen. Je groet het publiek. En dan ga je naar de kleedkamer, naar huis toe. En dan verwerk je alles op jouw manier. Ja, dat deed je wel. Je groet aan het publiek aan, ja. Heb je gezien. Omdat je voelt gewoon dat ze in wezen wel willen dat je goed speelt. Hè? Dat het elftal goed speelt. Maar dat ze gewoon, omdat het op een gegeven moment natuurlijk toch lachwekkend werd, dat Egypte zo makkelijk kon voetballen. Dat ze op een gegeven moment helemaal omgedraaid zijn. En dat kon ik gewoon begrijpen. En op het moment dat je dit dan groet, dan klappen ze toch weer voor je, weet je. En dan is het afgelopen. Dat is waar. Als jij nog een toespraakje houdt tegen het Nederlands elftal, want dat zal dan toch wel gebeuren voor Engeland, wat ga je ongeveer zeggen dan? Waar speel je dan op in? Op de tactiek of op de instelling? Nou, ik denk dat je altijd op het individu moet zien spelen, want als je het collectief neemt, dan verschuilt iedereen zich achter het collectief. Dus je zal, denk ik, iedereen gewoon bij de oren moeten pakken. En moeten zeggen van, waarom dat doe je dat niet en waarom dat niet, is er wat of wat dan ook, dan moet het eruit. Ik denk dat dat de enige oplossing zal zijn. En niet anders. Want om aardig tegen elkaar te doen, ja, dat doen we maar als we uitgaan. Ja. Maar hier moeten we gewoon recht toe, recht aan zijn. Harde woorden, maar wat ga je dan ongeveer zeggen? Wat zal de strekking zijn? Ja, maar dat ligt natuurlijk voor iedereen verschillend. Ik bedoel, spreek je iedereen apart toe of de groep? Ja, tuurlijk. En ik verwijt mezelf ook alles. En je pakt iemand bij het en je zegt van waarom dat niet, waarom dat niet. Nou ja, en dan krijg je een discussie. En die kan op gang gekomen worden. Het lijkt wel een cursus, joh. Het is goed telejak, hè? Ja, vergeet me. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk, meen ik echt. Maar moet je luisteren. Tot slot van dit praatje heb ik wel nog een aardig cadeautje voor je. Wat heb je bij je? CD? Ik heb, ja, nee, geen cd. Kijk, ik heb dit moois voor je. Dat is dit prachtige molentje. Ik ben er helemaal. Alle grote sterren in het toernooi hebben wij een molentje gegeven. Bijvoorbeeld Alemão heeft dit molentje gehad. Ik ben blij dat ik dat die sterren heb. Maradona heeft dit molentje gehad. Dankjewel. En ook jij, als ster van dit toernooi, krijgt dit molentje.
Als Marco begint te zeuren tegen jou. Wil je dit malletje niet gaan hebben? Ja, dan moet je tegen hem zeggen dat hij, als hij een doelpunt maakt tegen Engeland. Krijg jij ook zo'n malletje? Dan mag hij er eentje komen halen. Oké, okay, is goed. Ja? Oké, okay, bedankt. Nou, ik ken hem al even in mijn huis. Ik heb al koetjes, heb ik al. Koetjes. Koetjes, ja, ik heb koetjes gehad. Servies van koetjes heb ik gehad. Zo'n theepot bij me, koetjes. En dan zet ik deze, zet ik ernaast. Zet ik deze ernaast. Ja, ben heel blij mee. Bon. Dankjewel. Nou, hoop dat ik hem heel mee kan nemen.